Fancy Station. We gaan nu verder met de quiz. Het algemene kennisvragen over seks en SOA's en dat soort dingen. Ja. Zijn jullie er klaar voor? Nee. Helemaal. Komt-ie. Ja. Vraag 1. Hoeveel jongeren in Nederland hebben chlamydia? Is dat A, 15%? Is dat B, 1 op de 10 jongeren? Of is dat C, 3%? Of, hallo. Of is dat D, 7%? Dennis. 3%. 3%? Fout. Ik ga voor B, 1 op de 10 jongeren. Ook fout. Niemand heeft de punt. Nul het is punten. 15%. Ja. Zoveel? Ja. Nou, oké. Hier komt vraag 2. Ja? Kunnen we? Ja. Zijn het nu wel 3 vragen? Nee, het zijn elke keer 4 vragen. Dus lees het 4 maar gewoon antwoorden. Op vanuit de televisie. Dat kan ook. Ik begin wel vanaf 4, ja. Waar kan gonorroe zich niet nestelen? Is dat A, in het oog? Is dat B, in de keel? Is dat C, op de tong? Of is dat D, in je oor? Ik ga voor jou D. D is fout. In je tong. Helemaal goed. Yes. Yay! Helemaal goed. 1-0 voor Flo. Ja. Ik ga even turven. Nou, dan gaan we. Doe dat. Dan gaan we naar de volgende vraag. Binnen hoeveel tijd moet je de morning after pill slikken? Wacht! Wacht. A, is dat 24 uur? Is dat B, 48 uur? Is dat C, 72 uur? Of is dat D, binnen 1 week? Flo. A, 24 uur. Weet je dat niet? Nee, dat is fout. Oh, jammer. Ja. Dat is C, binnen 72 uur. Goed zo. Yay. Ja. 72 uur. 72 uur. Maar dan moet ik er wel bij zeggen, de kans op een zwangerschap naar, als je hem gelijk daarna inneemt, dan is volgens mij de kans veel kleiner dan na 72 uur. Ja, dat begrijp ik. En neemt per uur, volgens mij bij 72 naar 72 uur heb je volgens mij iets van 30% nog 40-50% kans op een baby. Juist. Oké, volgende vraag. Hoe lang is een condoom ongeveer houdbaar? Is dat A, 2 jaar? Is dat B, 5 jaar? Is dat C, 8 jaar? Of is dat D, en er staat volgens mij 10 jaar? Dat is B, 5 jaar. Dat klopt. Prima. Hoeveel staat het in de stand? Het is 1-2 voor Flo. Dus jij hebt 2 punten. En mevrouw heeft 1. 1-2 voor Flo. Dat ja, is nou, 2-1 voor Dennis dan. Ja, ook dat goed. Dat is toch veel logischer. Ja. Oké. Vraag 6. Hoe gaat dat werken? Oh nee, we zijn bij vraag 5 pas. 4. We zijn bij vraag 5. Stel je condoom scheurt tijdens de seks. Doe je dan gelijk een HIV-test? A. Ja, je begint gelijk met behandelen. B. Nee, want het is toch al te laat. C. Nee, pas na 3 maanden. Of D. Nee, hou maar een morning after pill. C. Na 3 maanden, helemaal goed. Klopt, klopt, klopt. Oké, volgende vraag. Nou, Flo, inhalen hoor. Ja, klopt. Ja. Je kan het wel. Hoeveel vragen zijn er? Nee, dat doe je zo meteen wel. Er zijn 9 vragen. Oké. Okay. Is het verstandig om olie te gebruiken als glijmiddel? Is dat A? Ja. Minder kans op beschadiging. Dat ja. Is dat B? Nee. Olie verspreidt ziektes. Is dat C? Nee. Olie zorgt voor beschadiging. Of is dat D? Nee, olie wordt heet bij het vrijen. Nee. Jij mag Dat is een hele tijd bij. Jij mag mee. 10, 9. 8. Kom op, iemand moet drukken. Jij mag nou. 5. 4. Wil je ze nog een keer oplezen, Irini? Ja. Ja, minder kans op beschadiging. Nee, olie verspreidt ziektes. C, nee, olie zorgt voor beschadiging. Of D, nee, olie wordt warm bij het vrije. C. C? Ja. Dat klopt! Yes. Yay! Ja! Olie. Oké. Oké, ja, olie beschadigt de condoom. Oké. Ja. Oké, komt ie, ja. Een noodspiraal is een voorbehoedsmiddel. B. Een middel dat zwangerschap kan voorkomen na onveilige seks.
Is dat C, een zwangerschapsbevorderend middel? Of is dat D, een... middel tegen ziektes. Juist. B. Hier gaat wel goed, zeg. Was een gok. Echt? Nou, ja. Goeie gok. Nou. Oké. Je hebt nog een kans. Dan komt de volgende vraag. Hoeveel procent van de jonge, seksuele, actieve meisjes denk je dat geen... ja, de pil gebruikt. Ik kan dat niet uitspreken, dat woordje. Anticonceptiva. Dat ja. Juist. Oké, okay, is dat A, 6%? Is dat B, 16%? Is dat C, 26%? Of is dat D, 36%? D. Hey. Fout. B. Klopt. Yay. Ja. Goed zo. Wat is de stand? Wat is de stand? Het is 4-3 voor Dennis. Dus... Mm. Nou, je moet even, goed opletten, ja? Ja. Hou je hand bij. Hoeveel dagen is een vrouw zwanger? Hè? Is dat... Nee, dat... Dit is vals spelen. Dit is vals spelen. Ja? Hoe? Is dat A, 210 dagen? Is dat B, 280 dagen? Is dat C, 290 dagen? Of is dat D, 300 dagen? B. Is dat B? Het is B! Vier maanden, ik ga het helemaal braaf lopen uitrekenen. Nou, we hebben een winnaar. En voor de winnaar hebben we een cadeautje. Ja. U krijgt een blik. Met jullie stickers. Mag ik hem openmaken? Je mag hem openmaken. Hey. Kan je weer even vooruit? Of nee, wat is dit? Wat is dat? Ja, dat wil ik niet eens weten eigenlijk. Het is rode spaghetti of zo. Dat stinkt. Nou, het ruikt naar iets. Kijk, schat, een bloemetje. Ja, voor Leonie. En we hebben gewoon... Oké. Toch zijn er weinig jongeren die dingen afweten van SOA's. En daarvoor hebben wij een deskundige geïnterviewd van Sens. Wat is je beroep precies? Ik ben sociaal verpleegkundige SOA en SENS. Kan je wat meer vertellen over SENS? Want wat is SENS precies? SENS is een seksualiteitsspreekuur. En zit er ook een minimumleeftijd aan vast dat jongeren naar jullie toekomen? Nee, er zit geen minimumleeftijd aan vast. Het is in principe voor jongeren van 12 tot en met 24. Is het lastig voor jongeren om naar jullie toe te komen? Of merk je dat er wel steeds meer jongeren komen? Ja, dat is een beetje een moeilijke vraag. De jongeren die we zien, die hebben ook allemaal echt hele goede vragen. En die ook echt bij ons thuis horen. Er blijkt nog wel altijd een schroom te zijn voor jongeren om te praten over seksualiteit. Oké, dus jongeren kunnen gewoon ook anoniem bij jullie zich laten testen? Ze kunnen niet tijdens het SENS-spreekuur getest worden bij ons. De SENS-spreekuren zijn wel anoniem en ook gratis. Alleen SOA-testen die voeren we niet tijdens het SENS-spreekuur uit. Daarvoor kunnen ze naar hun huisarts. En als ze eventueel hele ernstige klachten hebben, dan kunnen ze ook naar de drempelvrije SOA-polykliniek die in het UMC zit. En dat is geheel anoniem en zijn er eventueel kosten aan verbonden? Het is geheel anoniem en je moet natuurlijk wel een naam opgeven en een geboortedatum. Maar er zijn verder ook geen kosten aan verbonden. Ook niet als je bijvoorbeeld chlamydia blijkt te hebben en behandeld moet worden. Wat is nou de meest voorkomende SOA van Nederland? De meest voorkomende SOA is op dit moment nog steeds chlamydia. Oké, en wat is chlamydia precies? Chlamydia is een SOA, wordt veroorzaakt door een bacterie. En hij is zo ontzettend gevaarlijk omdat je er heel vaak niks van hoeft te merken. Waardoor je dus ook heel makkelijk kan oplopen en weer doorgeven aan een ander. En het gevaar ligt erin dat je als vrouw er onvruchtbaar van kunt raken als je het niet behandelt. Kan je een SOA ook oplopen door een andere manier dan onveilige seks? Nee, maar het probleem is, hè, wat is onveilige seks? Heel veel mensen denken dat dat alleen plat gezegd neuken zonder condoom is. Maar ook via orale seks, dus seks met je mond, kun je SOA's eventueel oplopen en doorgeven. Die kansen zijn wel kleiner. Maar denk wel bijvoorbeeld als jij een koortslip hebt, hè, en je zou je vriendje pijpen of je vriendinnetje beffen, kun je die, als je een koortslip hebt, wel weer doorgeven. Maar je kan het bijvoorbeeld niet oplopen van een wc-bril of een sauna-bezoekje. Dus het is wel echt seksuele handelingen die je hebt verricht
wil je dat kunnen oplopen of doorgeven. Oké, dus als iemand met een smoes aankomt van ik heb het opgelopen door een wc-bril, dan is het dus geheel onwaar. Dan is het een fabeltje, ja.